Wat een leuk optrekje. Hallo, niet waar? Dag. Kom in. Ik heb een... Nou, wat een leuk potje doen. Kom in. Even voor. Ja. Dit is je werk, woonruimte? Of? Nee, dit is mijn werkruimte. Ik woon elders. Dit is de etage die ik een aantal jaar geleden huurde. Toen ik bij Vrij Nederland wegging en van plan was me tot mijn voortijdig overlijden hier allerlei fraaie boeken en artikelen te schrijven. Maar ja, dat heeft niet lang dan 5 maanden geduurd. Toen kwamen de heren van de Groen op de deur bonzen en zeiden: zeg de humor op. Dat heb ik dus niet gedaan, dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Maar als je werkt hier meestal, of werk je op de Groene? Ik werk op de Groene en ik werk hier nagelang van de aard van de werkzaamheden. Ja. Dus de Groene is meer de bedenkende en de coverende sfeer. Hier wordt er gemediteerd en worden mijn gasten ontvangen en voor. Dat zal ik jullie straks wel even laten zien, daar wordt getikt. Dus zo zit mijn leven ongeveer in elkaar. Ja, ja. Mediteren en tikken. Mediteren en tikken, ja. Dat kan hier goed. Ja, 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 het blijkt dus het feit dat er af en toe wel een keertje een stuk uitkomt. Dat is een hele merkwaardige koe. Ja, dat is een overblijfsel van het boekenbal. Zoals de papegaai rechts boven de ledige kooi. De lederen kooi? Nee, de ledige kooi. Oh. Ook een overblijfsel van het boekenbal is. Ah. Dus een van die mensen die dan toch het niet kon laten om wat weg te halen. Ja, nou, zelf ben ik daar te verlegen voor, maar ik heb zetbazen die dat voor me doen. Oh ja? Ja, zeker. Ja. Die heb je de opdracht gegeven? Die geeft dan de opdracht en die komen de volgende dag dan braaf dit reliquie brengen. Ze zijn dus allemaal dood. Alle elementen hier in dit huis, of nu de bloemen daar in die vaas betreft, of deze bloem in deze vaas, of de koe aan de muur, of de pauw, die zijn allemaal dood. Het enige wat hier dus leeft is dus de gelukkige huurder van dit pand. En dat was hier voorlopig wel van plan. Alles dood. Mm-hmm. Alle schrijvers ook bijna dood waarschijnlijk. Veel dode schrijvers, ja. Ja. Veel dode schrijvers van veel dode dichters. Ook wel een paar leven door, ik wil ook niet overdrijven. Maar nu zijn er eenmaal meer dode schrijvers en dichters dan leven. Ja. Zo zit de wereld gezien in elkaar. Daar bijvoorbeeld bij die merkwaardige Duitse meneer. Die Duitse meneer is trouwens ook al dood. Dat is van Joseph Strauss in de vorm van een tuimelaar. Zo, prachtig. Maar ik zal hem dus niet laten tuimelen, want het tuimelen mijn boekjes ook. Dat is mijn kleine, bescheiden, antieke Heine-verzamelingen. Ik doe niet aan eerste drukken en dat soort onzin, maar Heine Curiosa, dat vind ik leuk. Dus de memoires van Maximiliaan Heine, de boer van de dichter, en de memoires van de minnares van Heine, nou, en dat soort dingen, dat vind ik leuk om te hebben. Ah, verder staat de complete Heine daar. Hij is nog niet helemaal compleet. Dit is de zogenaamde Düsseldorfer Wissenschaftliche Gesamtausgabe, zo heet dat in het Duits. Ja. En daar verschijnt om de 2 jaar dus een van die prachtbanden in. Ja. En ze zijn denk ik nu ongeveer op 3/4. Dus ik heb hier 3/4 staan. Ja, wat kinderen vragen is, heeft u dat nou allemaal gelezen? Dat vragen niet alleen kinderen, dat vragen vrijwel alle volwassenen die over de vloer komen. En daar pleeg je dan tegen te zeggen dat een bibliotheek er niet is om helemaal te lezen. Een bibliotheek is om te gebruiken en desnoods om ooit te lezen. Ik wil niet ontkennen dat ik wel dat het bepaald geen ongelezen bibliotheek betreft, maar het is een werkbibliotheek. Dus als ik een verhaal wil maken over, nou, weet ik veel, dan doen we zo'n deur over Rahulf Harnager van Enze of George Bernard Shaw, ik noem maar wat namen. Ja, de laatste. Ja, dan loop ik naar het pankje George Bernard Shaw en kijk wat ik daar wijzer van word. Ja. Wat vind je het allermooiste gedicht van Heine? Ah. En zou je dat even willen reciteren? Wacht even hoor. Nou, ik kan mijn weg redelijk snel vinden. Maar eens even kijken wat dan de meest overzichtelijke. Kom maar rustig aan. Deze. Dit is het boekje wat Jacques Presser in de jaren 50, geloof ik, heeft samengesteld met Heine gedichten. En dat was voor mij ook het eerste wat ik van hem las. En dat heet over mijn belangstelling voor de dichter. Zo'n oude Ooievaar pocket. En dat was je eerste kennismaking? Mijn eerste kennismaking. Er stond ook de beroemde Deutschland en Mintermärchen in het grote epische gedicht wat hij in de jaren 40, natuurlijk van de 19e eeuw, maakte. Eeuwis. Nou, via de inhoudsopgave vind ik wel wat ik zoek. Ja, ik zie dat. Dat is 206. Een van de gedichten die Heine maakte toen hij plat op zijn rug in zijn zogenaamde matratzengroeft in Parijs lag. 8 martelende jaren die zijn sterfbed heeft geduurd. En ja, al martelend schreef hij toen een aantal hele goede gedichten. Zal ik er eentje voorlezen? Ja. Dat is wel korter.
Es kommt der Tod, jetzt will ich sagen, was zu verschweigen eventlich mein Stolz gebot. Für dich, es hat mein Herz für dich geschlagen. Der Sarg ist fertig, sich versenken, mich in die Gruft, da habe ich Ruhe. Doch du, Maria, du wirst weinen oft und mein Gedenken. Du ringst sogar die schöne Hände, o tröste dich, das ist das Los, das Menschenlos. Was gut und groß und schön, das nimmt ein schlechtes Ende. Heel mooi gedicht, dat was echt zo. De passie voor Heine, die ik misschien niet zoveel wil noemen, is in ieder geval, je hebt een fascinatie voor Duitsland, hè? Nee, ik heb een zekere belangstelling voor Duitsland in de 19e eeuw, omdat ja, daar toentertijd, althans op cultureel gebied en eigenlijk ook op politiek gebied, meer gebeurde dan elders. Maar die fascinatie voor Duitsland, dat zou je niet zo willen noemen? Ja, dat mag je best een fascinatie noemen, ja. En hoe komt die? Daar moet je veel over nagedacht hebben. Nou, behalve dat het komt door de reden die ik net heb genoemd. Duitsland als echt belangrijk land in politiek en cultureel opzicht. Ligt hij natuurlijk ook in het verlengde van het feit dat Duitsland in de 20e eeuw een met name politiek dramatische rol heeft gespeeld waar wij allebei betrokken zijn. En het heeft ook een plat materiële bodem. Door alle mogelijke oorzaken spreek ik iets minder beroerd Duits dan Engels en Frans. Ja, dan ga je je kaart al snel in een bepaalde richting uitspelen. Ja. Laten we eens even verder kijken. Is dat ook van het boekenbal? Dat is ook van het boekenbal. Uh-huh. Dat dus niet. Dat zijn twee hondjes van de Bijenkorf. Die zorgen dat hier dus niks gejat wordt. Ook dood, zoals je ziet. Ja. En hier staan zomaar in het wilde weg wat boeken. Nou, niet kinderboeken. Niet zomaar. Het zijn in principe kinderboeken. Het zijn de zogenaamde pop-up boeken. Ken je dat? Ja, ik heb er één. Die van Kuifje naar de Maan. Ah, daar ben ik zeer jaloers op. Dat die heb ik nooit kunnen vinden. Ja. Ah. Nee, dit zijn met name dus. Even kijken of ik eentje kan zien. Ja. Dit is een leuke. Er komen veel spoken en dat soort types in voor. Kijk, Dat gaat dus zo. Hè. Dan moet je dus daaraan trekken. En als je dan bijvoorbeeld hier aan trekt, dan gebeuren er ook alle hele griezelige dingen. Leuk, hè? Oh, die ras van ook. Ja, dat is goed. Maar ik heb een beetje geluid gemaakt, moet je opletten. Le Grand Film, die kocht ik laatst in Parijs. Nou, dan sta je dus op. En wat is dit? Dit is natuurlijk Heinoen. En wat gebeurt als je hier aan trekt? Maar het allerleukste staat op de laatste bladzijde. Ja, het is niet deze, maar die zal ik nog even vertonen. Maar dit is de. Let op. Zo. Casablanca. En echt de hele tune, hoor. En dan is het dash afgelopen en dan moet je hem snel dicht doen, anders vind je weer opnieuw. Prachtig, ja. We zouden de hele uitzending kunnen vullen met de pop-up boeken, maar dat zou niet de bedoeling zijn. Hey. Ben je een echte verzamelaar? Nou, nee, kijk, als ik in verre buitenlander ben, probeer ik altijd wel als bewijs van souvenir één pop-up boek mee te nemen. Ja. En als iemand van plan is me bijvoorbeeld die ene zeldzame kuifje cadeau te geven, ja, dan zeg ik daar ook geen nee tegen, maar een verzamelaar ben ik niet. Ik zal er eens over nadenken. Ik weet niet wie die uitspraak ooit gedaan heeft. Waarschijnlijk een communist in proprieturis, dat kan mij niet anders. Hij heeft gezegd, de groene is zo gorddroog, daar moet je heel erg veel bij drinken. Het is mogelijk dat iemand in proprieturis dat ooit heeft gezegd, maar dat moet dus inderdaad heel, heel lang geleden zijn. Want de groene is al lang niet gorddroog meer. Er staat geen gorddroog, er staan serieuze stukken in. Ook een paar minder serieuze stukken. Maar gorddroog is, zelfs het woord te droog is niet meer op zijn plaats. Wat voor veranderingen heb je voor elkaar kunnen krijgen toen je een jaar of 4 geleden is het geweest? Nee, het was bijna 9 jaar geleden. Nee, echt waar? Ja. Wat gaat de tijd toch snel? Ja, zeg dat wel, meneer. Wat voor veranderingen heb je voor elkaar kunnen krijgen? Ik heb geprobeerd met het behoud van het serieuze karakter van het blad de toegankelijkheid te maximaliseren. Niet alleen door ernaar te streven dat er inderdaad geen suf geschreven stukken meer in staan, maar ook naar te streven dat het evenwicht in de krant elke week weer scherp in de gaten wordt gehouden. Want ja, als je de zin van een redactie doet, ook een redactie als die van De Groene, staan er plotseling echt 7 stukken over buitenlandse politiek op pagina 1 tot en met 17.
en liefst van zo ver mogelijke, exotisch mogelijke buitenlanden toe. Ik probeer zowel de kunst en de cultuur en de politiek zoveel mogelijk in evenwicht te houden. En ik probeer ook de diverse journalistieke genres, het interview, de beschouwing, de polemiek, het portret, het essay, allemaal goed en gedoseerd in de kant te krijgen. Dat is eigenlijk mijn voornaamste taak. En die stukken die tik je in die belendende kamer, zullen we daar even naartoe lopen? Ja, ik zal je even voor. Ondertussen trouwens zie ik, deze hoed draag je veel. Ik heb hem toen gekocht en heb hem al een half jaar gedragen. Maar toen kreeg ik een soort aanval van plaatsvervangende verlegenheid. Ja? Ja, ik dacht, ja, staat hij me eigenlijk wel? Ja, dat is niet meneer. Het is met hoeden heel raar, denk ik. Het, zelfs als staans, want ik heb je wel eens met een hoed gezien en dat staat je goed. Maar het is zo verkleed. Denk je niet dat het dat is met hoeden? Ja, ik heb er een beetje een onwennig gevoel onder. En ik wil me niet onwennig voelen onder een hoed. Dus ik dacht, nou, dan hang ik hem op. En misschien als ik straks weer wat minder verlegen ben. En het gaat winteren, dat ik hem dan weer opzet. Wie is die meneer ook alweer? Dat is Richard Wagner. Een held? Nou, het interessante wat ik aan Wagner vind is het spanningsveld wat hij oproept. Ook bij mijzelf. Is die meneer daar naast die fles wijn? Dat is Mozart. Ja. Maar ik had geen andere plaats voor hem, maar ligt hier ook betrekkelijk harmonisch. Hey. Dit is een fles Marzimino Trentino. Dat is de excellente Marzimino die Don Giovanni in de tweede acte van de gelijknamige opera drinkt. En iedereen vroeg zich dus af, alle cultuurvorst vroeg zich af, wat dat precies van een wijn zou zijn geweest. Ja. Maar in het Mozartjaar, wat net achter ons ligt, hebben de Italianen hem herontdekt en hem op dronk gebracht. Welk liedje staat hier? Nou, dat hoort dus inderdaad de excellente Marzimino te zijn. Dat is maar helemaal kloppen doet het niet. Dus daar hebben ze een beetje met de pet naar gegooid. Maar de wijn zelf is goed van kwaliteit. Maar dat is helaas mijn laatste fles, dus ik kan hem niet aanbreken. Dat is een beetje jammer eigenlijk. Want je bent daar toch te veel verzamelaar voor? Nou, kijk, dat zie je ook wel, dit soort curiozagen. Met een grote aaibaarheidsfactor. Ja. Dat vind ik leuk. Wie woont er op die boot? Geen idee. Terwijl je toch elke dag naar buiten zit te kijken? Ja, nee. Is dat nou Amsterdam? Dat je niet weet wie er naast of voor je woont? Ja, dat is Amsterdam. Ja, ja. Ah, ja. Ik weet wel wie er boven en onder bewonen. Zo wereldvreemd zijn we gelukkig niet. Maar... En ik heb een rechter buurvrouw, maar wie de andere die? Nee. Je hebt niet echt heel veel op met de buitenwereld, hè? Ja, het gaat wel, maar ik loop een beetje suffig altijd over de gracht en merk niet zo precies wat er gebeurt. En vreet dan ook naar de buurvrouw te zwaaien. Mm-hmm. Ja, je maakt een beetje, als ik je wel eens in de stad zie lopen, toch het bijna klassieke verstrooide professor. Ja, wat wazig. Dat klopt wel, ja. Ja. Hoe komt dat? Ja, maar het is een leuke jeugd gehad? Of? Ja, het gaat allemaal best. Maar een beetje wazig. De wazigheid is je aangeboren. Als ik aan het werk ben ik altijd niet wazig meer. Hoor. Dan weet ik mijn hersenen er meestal wel bij te houden. Maar dan zijn het weer allemaal foto's met dode mensen. Allemaal dode mensen, ja. Ja. De linkerfoto is de begrafenis van Toelstra. Wat een soort politicus is die me wel bevalt. Ja. Rechts zie je het sterfbed van Toelstra met zijn vrouw, links. En rechts weer die Beckman werkend aan de memoires. Ja. Foto's lagen toen de tijd op de zolder bij het Vrije Volk te vergeten. En ik dacht, nou ja, luister, het lijkt me dat het veel beter is als ik die onder mijn arm steek. Waarom bevalt Toelstra jou zo als politicus? Nou, hij is een rechtlijnig man, hij is een intellectueel, hij is een moedig man. Die tenslotte in die tijd, toen was het heel wat als burgerjongen voor de sociaal-democratie koos. Hij kon goed schrijven en hij was een dichter. Het was niet een ordinaire bread-and-butter socialist. Hij was zelfs een revolutionair. Hij was zelfs, ja goed, dat was dus even een kleine miscalculatie. Wat betreft sta ik in dit opzicht meer achter de oude Drees, die erin wat verstandiger opereert. Maar je bent geen revolutionair? Ik ben geen, nee. Ik heb ook wat iets ouderwets. Als ik een beetje over nadenk, voel ik me het beste thuis in die emancipatoren traditie van de sociaaldemocratie in de jaren 20 en de jaren 30. Toen het echt nog erom ging om de arbeidersmassa te beschaven en het concertgebouw te binnen te knuppelen en ze dus het goede en goedkope lectuur. Oh ja? Dus je bent ook een kritisch VARA-lid waarschijnlijk? Ja, ik ben ook lid van VPO natuurlijk, maar ik ben ook VARA-lid. Ja? Ja? Ja. Ja, het is onmoeilijk. En ook lid van de Partij van de Arbeid? Ik ben lid van de Partij van de Arbeid, ja. Ja. Een keurige sociaaldemocraat ben jij, ja. Het heeft me er ook nooit van weerhouden om over de PvdA kwaad te spreken als daar dus reden voor was. Ja. En je stemt ook nog op de Partij van de Arbeid? Nou, meestal wel, maar deze keer maakt het me wel erg moeilijk. Ga eens naar die cd's kijken.
dat is een cd-verzameling. Nee, dat is vergeleken met echte cd-verzameling een hele bescheiden. En maar overschat het ook niet. Dit is alleen al 175 gulden. Nou, zo'n klein stukje. Ja, nee, die hele toestand is, wat is het? 3000 gulden of zoiets. Dat wat je dus nu ziet, is de complete Mozart. Maar die heb ik natuurlijk niet gekocht, want ik heb ook niet 3000 gulden in mijn achterzak. Ik werd door Philips gevraagd, vlak voordat dat op de markt werd gebracht, of ik een toespraakje wilde houden bij de presentatie van het een en ander. Ja. Nou, ik zei, nou, dat wil ik wel doen. En toen zei de mevrouw aan de telefoon, nou, vertelt u mij eens even wat u daarvoor rekent. En toen heb ik even heel diep gezucht. En toen heb ik geheel tegen mijn verlegen aard in de moed opgebracht om te zeggen, weet u wat, zet u mij maar op de verzendlijst. Dat vond ze een heel goed idee. Maar ja, moet je nagaan. Nou, kijk, alles wat je doet is serieus. Dus ik heb echt een dag over dat toespraakje. Aan dat toespraakje geschreven en dan moet je naartoe en dan hou je dat toespraakje en dat duurt 20 minuten. Ja, maar is een moet je voor. Ik wil zeggen, vertaal dus inderdaad de minimale inspanningen die van je worden gevraagd in bezit krijgen van het complete oeuvre. KV1 tot en met KV zoveel. Mag een man als Mozart, dat is slecht. Mag een hoofddirecteur van een onafhankelijk weekblad zoiets doen voor Philips? Ja, natuurlijk. Als ik de zin had gehad om die complete Philips vervolgens een week later de grond in te schrijven, dan had ik dat niet gedaan. Meen je dat? Ja, dat weet ik wel, ja. Als ik je nog een keer vraag, meen je dat dan ook? Nou, vraag je me 3 keer, ja. Nee, dat is allemaal geen punt. Ik doe en laat wat ik wil en ik zeg en ik schrijf wat ik wil. Niet uit valse trots, maar zo zit mijn leven in elkaar. Misschien is dat ook weer een kinderlijke vraag, maar heeft u dat nou allemaal gehoord? Even kijken hoor, dat ik hem wel naar waarheid beantwoord. Ik heb niet de complete orgelsonates of zo, maar als ik zo niet de complete pianosonates, ja, die heb ik al eens een keertje gedraaid. Zou je iets willen laten horen van die ongelofelijke verzameling cd's, dat voor een mooie namiddag geschikt is en waar je heel erg van houdt? Ach, ja. Het is natuurlijk een vraag waar een mens niet helemaal op is voorbereid. Ik laat eventjes de... Ja. Wacht even, dat is misschien wel leuk. Gewoon een klein stukje neem ik aan. Hè? Dat is goed. Dan moeten we even naar... Dat is goed. De andere vleugel. Eerst even de maten. Ietsje harder. Dat is weer niet. Het strijkquintet van Schubert. Heeft er één geschreven? Ja. Veel strijkkwartetten, maar dus een eerder strijkquintet. Dat hoort tot de mooiste dingen die je in huis hebt. Ja, kamermuziek van Schubert is meestal gewerkt. Piano, sonates, strijkkwartetten. Zoveel cd's en zo'n lullig dingetje. Ja, maar het klinkt toch goed? Ja. Ja. Ik had een veel... Nee, ik had een keertje hier over de vloer een man van een of andere... Zo zoet. Ja, zo'n klein ghetto-blastertje. Nee, ik had een keertje een redacteur van een van de techneutenblad over de vloer. Ik weet niet meer waarom, die wilde me toch wel interviewen. Ja. En die keek ook zo ontzettend verbaasd. En ik heb ook die oude grammofoon, die is ook helemaal niks voor hem. Ja. Toen had ik een soort komisch traktaat tegen de vooruitgang. Ik zeg dat echt sinds de wasplaten eigenlijk niets meer aan de geluidskwaliteit was verbeterd. En ik vind het wel een soort rare boetade. Dus ik zei u laten horen wat ik eigenlijk het hoogste vorm van muziekgenot vind. En toen liep ik naar achteren. Oh, hier staat hij. Ja. En toen drukte ik dit ding in. Ja.
dat is een speeldoos. En dit is... Die zeggen, dit, meneer, dit vind ik nou mooie muziek. Dus hij keek me aan of ik gek geworden was, dat ik hem alleen maar zat te provoceren. Kijk, hoor je dus een sigaar, dus degelijk. Ja, ik zie het, dat moet je natuurlijk... Oh, wat prachtig. Lief, hè? Ja. Waar ben je opgehouden met die column in NRC Handelsblad? Ik had het gevoel, zo eind 92 allerlei plannen die we dit jaar hebben en hadden overzien, dat het voor de Groenen echt een heel cruciaal jaar zou kunnen worden, in gunstige zin, hoor. Want we zitten al eindeloos tegen die grens van 10.000, 11.000 abonnees en 2.500 losverkoop aan te kijken. En ja, ik had zo'n beetje het gevoel dat dat nu wel eens een keer zou kunnen gaan gebeuren. En ik had de behoefte eigenlijk om daar mij optimaal op te concentreren. En toen zat ik op mijn bureau en zei, ja, het is natuurlijk een beetje raar om zo'n chique tribune als NRC Handelsblad op te geven. Maar voor mij toch niet. Het is even chique om zo'n tribune op te geven als zo'n tribune te bezetten. Nou, toen heb ik Harry van Wijnen en Ben Knaap een briefje gestuurd. Ja. Ik zei echt bedankt. Het heeft niks te maken gehad met de hetze die Henk Hofland tegen jou heeft. Nee hoor, helemaal niets. Nee, dingen stonden geheel. Want die vond het maar niks wat je daar deed. Ja, die had een rare aversie tegen de rubriek, geloof ik. Nou ja, goed, dat is een goed recht, maar heel veel begrijpen heb ik nooit gedaan. Want ja, in het goed, sociale goed, verkeer... Goed jullie elkaar nog. Ja, zijn we al jarenlang heel goed met elkaar. En ja, af en toe eerlijk gezegd kwam ik dan tegen op straat en deed je dus dit gebaar in de richting van de Groenen. Dit, om dan weer 3 weken later in een van de kranten te lezen dat hij allemaal weer niks vond. Dus dat heb ik helemaal niet helemaal goed begrepen. En Hofland heeft een keer geschreven, en dat de hoofdredacteur van de Groenen, dat is een chique baan voor weinig geld. Ja. Is dat zo? Het is een chique baan voor weinig geld. Waarom is die baan chique? Omdat de Groenen een chique, een serieuze en onze kleine grijze cellen mobiliserende kant is. Dat is chique. En wat is weinig geld? Weinig geld is dat je onderin de CAO voor weekbladredacteuren, weekbladhoofdredacteuren bent geplaatst. Hoeveel geld is dat? Dat is, ik krijg even denken, ik kan zo slecht rekenen. Ik weet alleen maar wat ik maandelijks dus op een bord vind. En dat is iets van 4400 euro. Ja. Dat is aanmerkelijk minder dan mijn collega elders verdienen. Dat hoekje daar, dat is ook een verzamelhoekje, zo te zien. Ja, Shakespeare's tabouretje. Daar staan nog diverse curiosa bij elkaar. Vertel eens. Nou ja, dit is de meester zelf. Dat is Lady Macbeth, door Art Clerks getekend. Nou, dat is ook de meester zelf door David Levine. Dit is natuurlijk de complete Burgersdijk. En zelfs de oude eerste druk die ik op het Waterloopplein heb gekocht voor een habbekrat. En splinternieuw, zo splinternieuw dat ik mezelf nog heb moeten kunnen mogen opensnijden. Dit is een plaatje van het vleesextract Liebig. Pardon? Het vleesextract Liebig, dat is uit de late 19e eeuw. Dat werd echt met de hand ingekleurd. En dit is ook een scène uit Richard III in het Frans. Nee, dat kun je haast niet op de camera krijgen, denk ik. Ik draai even iets meer in. Zo. Hier doet Richard III net of hij ontzettend vroom is, opdat hij dus maar tot koning van Engeland gekozen zal worden. En is er zelfs een spelletje? Ja, dat is de Game of Shakespeare. Dat is ook heel leuk. Dus dan moet je met die poppetjes in de slag. En dan kom je ergens op en dan krijg je zo'n kaartje. En dan moet je dus, nou er staat dus, if you prick us, do we not bleed, if you tickle us, do we not laugh, if you point us, do we not die, and if you wrong us, shall we not revenge. Nou, en als je dus weet te raden welk toneelstuk het betreft, dan mag je 3 punten verder. Ja, welk toneelstuk is dit? Schaamje. The Merchant of Venice natuurlijk. En dan pak je het volgende kaartje en dan staat er, she is a woman, therefore may be wooed, she is a woman, therefore may be won. Nou ja, goed, dan hoor je dat weer. Dat is uit. Dat weet je ook al niet. Dat is dus uit Richard III. En dit is dus het Richard III. Nee, pardon, het Shakespeare condoom. To be or pardon? Not to be. Ja. Ja. Shakespeare. Ik weet niet meer hoe ik eraan kom. Even kijken, het lijkt een pakje zit. Het is een beetje als een... Ja. Op zich kan dat soort cabaret natuurlijk wel. Ja, nee goed. Be, ja. En, dat kan. En dit is de ring van koning Richard III. Die heb ik in de Tate Gallery gekocht. Een remake natuurlijk. Ja, ja. En dit zijn de 2 kaartjes van de British Rail, waarin je dus met de bus naar Stratford wordt vervoerd. Waar je dan naar, ja, daar zie je de Merchant of Venice of de Two Gentlemen of Verona. Je vindt dat de Groene een werkelijk hedendaags weekblad is? Het is een veel hedendaagser dan ouderwets weekblad. Het is natuurlijk wel een gerenommeerd en oud weekblad. Maar er wordt met name dus op het cultureel gebied juist een extra accent op de dingen van nu
gelegd. Met af en toe als waardige tegenwicht stukken over dingen die dan op een eigen tijdse wijze uit het verleden worden geïnterpreteerd. Nee, de Groene is juist een ontzettend moderne kant. Als je nou eens met Pasen ook nog een ton zou krijgen, welke rubrieken of welke mensen zou je dan graag bij de Groene willen hebben? Nou, ik krijg niet eens een ton om nieuwe rubrieken te initiëren. Over een paar weken komen we echt met een paar nieuwe dingen. Een nieuwe sociaal-politieke rubriek met commentaren en dat soort werk. We krijgen eindelijk een feuilleton. Elke krant hoort een feuilleton te hebben. Niet alleen voor de krant zelf, maar ook als lezerbinding. Even te benadrukken hoe ouderwets de Groene is. Ja, in dat opzicht misschien wel. Er zijn maar al te weinig kranten die tegenwoordig een feuilleton hebben. Maar ik krijg een feuilleton. Theodor Holman gaat een uitgebreid feuilleton schrijven over de 70-jarige Gerard van het leven. Dus echt elke week 1000 woorden. Nou, dat is ontzettend leuk. Ik krijg zelfs een strip. Een jonge Vlaamse striptekenaar die... De Groene met een strip? Ja. Maar het is ook de leukste strip die er is. Frits van den Heuvel heet hij. Een man uit Gent. Niemand heeft er ooit van gehoord. Niemand heeft er ooit van gehoord, behalve ik en Ivo de Wijs. En andersom. Dus het is goed? Ja, ik heb toch niet meer dan mijn eigen smaak ter mijn beschikking. De mensen die ik heb laten lezen, bij mij op de krant, vonden het allemaal buitengewoon geestig. Mm-hmm. Let op mijn woorden. Maar goed, je hebt... Dus daar heb ik geen ton voor nodig. Nee, maar je hebt nu nog een ton met Pasen. Volgende Pasen. Ja. Wat zou je dan heel graag willen hebben in die krant dat er nu nog niet is? Ik zou om te beginnen de salaris van mijn redacteur wat opkrikken. Want dat is wel erg bescheiden hoor. Dat is mijn permanente doorn in het oog. Ik streef er ook naar dat iedereen er een nette schnabbel naast heeft. Elke andere hoofdredacteur, waar ook ter wereld, probeert zijn redacteur ervan te weerhouden om te schnabbelen. Ik probeer te stimuleren. Dus daar zou een deel van die ton naartoe gaan. Ik vind de vraag inhoudelijk niet zo makkelijk te beantwoorden, omdat mijn ervaring is dat hoe arm je ook bent, als je iets wil, kan het altijd. Ik heb in die 9 jaar nog niet meegemaakt, eigenlijk, dat als Max Arian, onze buitenlanddirecteur, zei, nou, ik moet nu echt wel naar Moskou, dat ik moest zeggen, nee Max, daar hebben we geen centen voor. Of als ik een stuk uit de New Yorker Review Books wilde kopen, wat dan niet toevallig $500, maar $700 kost, als ik het graag wil hebben, dan koop ik het. Dat is ook de reden waarom we natuurlijk nog steeds arm gebleven zijn. En is het nog steeds zo dat die snabbel die jij hebt voor de uitkrant, daar krijg je geloof ik 40.000 gulden voor? Ja. Dat gaat in de kas van de Groene? Ja. Ja, het is iets waar ik niet over hoor te praten, want dat is natuurlijk een beetje onbescheiden. Maar ik ben dus wat betreft uitgedeend. Dat geld, dat gaat... Dat ondersteunt onze post bijzondere baten. Ja. Het klinkt toch allemaal heel erg als een hobbyblaadje dan? Hè? Nee, het klinkt allemaal enigszins idealistisch. Maar ja, als een mens niet op die manier in het leven staat, kan die beter dood zijn, vind ik. Zonder idealisme, dan liever de lucht in. Ja, god, ja, je geld verdienen kun je altijd wel. Dan moet je hoofdstuk van alle handen worden. Of van de echo. Ja, dan kun je misschien nog een leuk leven hebben ook, maar daar heb ik allemaal geen zin in. Het is ook leuk om een beetje langs het scherp van de snede te balanceren.